Hallo kijkers, hoe gaat het? Goed nieuwe video. In deze video spelen we een nieuw spel. En zoals je ziet, spelen we met een rood vliegtuig. En de reden waarom ik het spel nu speel is eigenlijk exact 100 jaar geleden, vandaag op 21 april 2018. Exact 100 jaar geleden, dat is dan 21 april 1918. Dan was ook de Eerste Wereldoorlog bezig. En dan is er op die dag is er dan Manfred von Richthofen overleden. En ja. Manfred von Richthofen was ook wel bekend als de Rode Baron. En daarom, ja, dat was eigenlijk de grootste, was een Duitse piloot en dat was de grootste piloot aller tijden tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ja, daarom leek het me leuk om exact 100 jaar na zijn dood, is leuk om dit spel te spelen, aangezien hier ook vliegt mijn rood vliegtuig. En ja, Manfred von Richthofen had ook een rood vliegtuig en daardoor kreeg hij ook de naam ja, de Rode Baron. En ja, in totaal heeft hij zo'n stuk of 80 vliegtuigen van de geallieerden kunnen we weten te neer te halen, maar op helaas stierf hij dan op 21 april 1918. En ja, hij kreeg zelfs zoveel respect dat ze zelfs de soldaten van de vijand die hem neer hebben geschoten, hem dan toch hebben laten begraven en al. Dus ja, en ja, voorlopig, ja, het spel moet je zo gewoon zoveel mogelijk raketten ontwijken. En ja, het is wel leuk. En als ik dit hier even pak, kan ik even sneller gaan vliegen, dus hopla. Maar ja, ik heb de bedankt om te kijken naar deze video.